Tegen het gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp zijn bij de Raad van State 42 beroepschriften binnengekomen. Twee daarvan hebben een spoedeisend karakter. Het betreft de bezwaren van de Groninger Statenfracties van GroenLinks, SP en CDA en van de Stichting Vrienden van Groningen Centraal. Onder de andere bezwaarmakers bevinden zich verder de provincie Groningen, 22 gemeentes, de Groninger Bodembeweging, de waterschappen en diverse milieuclubs. Op woensdag 1 april is de zitting bij de Raad van State in Den Haag. De Raad van State doet daarna in principe binnen 2 weken uitspraak.